van deze Nico Cecilio, de Argentijn, gegaan zijn. Dat is Jan Jorn van het Land, de coach van Amsterdam. Hij heeft het overgenomen van de opgestapte Graeme Reed. Dit is de push van Boris Burkhardt, de hoofd tegen het lichaam van Cecilio, de uitloper van het Land. Maar het mag doorgaan van scheidsrechter Alvine Sterk ten onrechte. Willy Bakker profiteert ervan. Hij schiet de bal keihard achter op de schaper. Deze vrije bal, een harde klap van Willy Bakker. Die komt terecht bij Mirko Kruijzer. Zulke kansen moet je Kruijzer niet geven. Het is pas zijn vierde treffer van het seizoen. Amsterdam de afgelopen week zijn eerste nieuwkomer gehaald voor ons. Wim van Wijnen heeft het over de SCFC. Willy Bakker met een mooie actie. En de twee minuten die alle kranten weer drinken aan het vieren. Als scheidsrechter Koen van Bungen gaat tellen hoeveel spelers van Amsterdam er eigenlijk in het veld staan. En hij komt erachter dat er één te veel is. 12 man dus in het veld bij Amsterdam. En de regel is dan dat de aanvoerder een gele kaart krijgt. Natuurlijk moet de 12e man eruit. Maar dan moeten ze nog een extra speler af. En dat is Willy Bakker, want ja, hij draagt de aanvoerdersband. Amsterdam is met een mannetje minder. Dit gebeurt dus een minuut na de 5-5. Rotterdam herstelt zich. Maar dan recht Amsterdam nog één keer de rug. De bal hier verschilt in de backhand van Bakker. En daar is Lizone. Als een dubbeltje uit een doosje bij de tweede paal. Het gebeurt. Amsterdam komt terug tot 6-6. Er stond 4-1 bij rust. Amsterdam stond 10 minuten 5-5 achter. Maar vertrekt wel met een punt uit Rotterdam. Dan met een lange scoop hier van achteruit. En dan kijkt die snelheid van Bakker. Hij rent rondlangs helemaal naar huis. Kan dan gaan aanleggen. En dan is de koud kunstje 4-1 voor Amsterdam door deze Willy Bakker. Een paar minuten later, de vrijslag voor Tilburg. Jan Maarten Takke neemt hem, maar ziet Nicky Dijs over het hoofd. Paast heel goed naar Willy Bakker. En die ziet in zijn ooghoek een Mirko Kruijzer vrijstaan. En die trommelt de bal onder van Enschede door. En zo is na 12 minuten op 2-0 voor Amsterdam. Zijn verdediging blijft 1-0 voor de keten van de ruststand. Ze wilde uit de tweede helft. En dan in de aanval. Willy Bakker, schot, wel een schot mag doen. Dat is de doelman van Enschede.